Anne, je bent begin dit jaar met een andere coach gaan werken, want je wilde je swing iets veranderen. Wat wilde je veranderen? Nou, er waren eigenlijk twee dingen. Eén, was meer zorg voor mijn rug, omdat ik daar wel wat problemen mee had. En wat ik daar eigenlijk mee veranderd heb, is eerst was ik met mijn draai best wel op rechts. En dan mijn gewicht verplaatsen naar links. En daardoor had ik best wel een torque op mijn rug. Dus waar we eigenlijk mee gestart zijn, is puur mijn lichaamsdraai. Dus dat ik leerde om toch een vollere schouderdraai eigenlijk te maken. Maar om meer centraler te blijven. Dus dat was eigenlijk één. En ten tweede wat we aan hebben gepakt, was mijn impact. Zeg maar net voordat je de bal slaat en door de bal heen. Dat waren ook constanter. Nou, ik was zeg maar te veel bezig met hierheen te komen. En waar ik nu eigenlijk bezig ben, is meer om te draaien en om de club eigenlijk langer achter je te houden. Zodat je op impact meer de club parallel zit aan de shaft en recht voor je borst. Ja, ja. En dat je hem hier kan releasen en daardoor kan je veel hogere bal slaan. In plaats dat je te veel hier zit. En dan moet je eigenlijk een beetje terug gaan. En ook dat in mijn rug was niet helemaal ideaal. En ik zat ook te stijl eigenlijk. Ik hield de leg te lang en te stijl. Dus daardoor zijn we bezig geweest om meer shallow te zitten. Zodat vlakker. Vlakker, maar niet. Je kan zeg maar vlakker zo zitten. Ja. En dan kom je heel veel van binnen. Maar je kan ook zeg maar je handen houden en je shaft langzaam laten vallen. En dat noemen we eigenlijk shallow. Is het ten koste gegaan van je lengte van de tee? Of juist ben je verder gaan slaan? Nee, ik ben er juist verder door gaan slaan. Puur omdat ik me niet hoef in te houden. Kijk, eerst omdat ik natuurlijk best stijl kwam, moest ik soms wel een beetje eruit komen, zeg maar. Ja. En daardoor verloor ik eigenlijk best veel snelheid. En als je dat nu ziet, ik denk dat ik met mijn driver bijna 5 mijl, 6 mijl per uur hoger sla. Wat is je club head speed? Nou, ik denk nu bijna 111, 112 soms. Dus dat is. Er zijn heel veel mannen op de tour die maar op 114 zitten. Ja, dus dat is vrij goed. Ja, dus wat ik ga doen is goed sterk staan. Een volle schouderdraai maken. Waarbij mijn hoofd eigenlijk meer centraal is. Zodat ik niet te ver naar rechts ga. En vanaf daar voel ik eigenlijk dat ik heel goed kan inzetten. Dat ik iets shallower kom. En dat ik hem dan eigenlijk heel hoog en hard de lucht in kan slaan. Ah, die was redelijk goed.